Goedemorgen allemaal. Vandaag is het zaterdag en zaterdag betekent dat we aan de koersauto gaan werken. Want dat dan hebben we het meeste gedaan, natuurlijk op zaterdag. Vandaag moeten er een paar verschillende dingen gebeuren. Normaal ga ik gewoon naar de garage. Dan ben ik daar de hele dag bezig. Vandaag is het wat anders. Eerst moeten we naar Genk gaan voor mijn koppelingsschijf binnen te brengen. Die koppeling van verleden jaar is half versleten. Ik heb nu laten beleggen dat die weer een seizoen verder kan. We hebben nog op planning staan. Ik ga mijn total bodies reviseren. En dan moet ik nog naar Wellen gaan vandaag, omdat GBS gebeld heeft dat mijn versnellingsbak klaar is. En ik dan terug kan gaan halen daar. En om dat allemaal, dat rondrijden, wat aangaande te maken, ga ik dat doen met het zusje, het jongere zusje van de Hulk. En een R2 AWM'er van 87. Gewoon standaard auto, oldtimer en heel fijn om weer rond te rijden. Dus even kort, wat is nu de bedoeling dat ik hier bij autostuk ben? Dit is mijn koppeling van 2017 en dit is mijn koppeling van 2016. Die koppeling is nog zo goed als nieuw en die koppeling is half versleten. Die koppeling heb ik altijd veel gebruikt met die veertjes. Die bestelt je van op eBay, dat kost niet veel en dat is eigenlijk toch goed genoeg. Nu, wat is er gebeurd in 2016? Dat is altijd goed geweest, maar toen zijn die veertjes beginnen breken. Dus voor 2017 ben ik overgeschakeld naar een vaste koppelingsplaat. Maar het probleem is dat ik die nu voor 2018 opnieuw wou bestellen en ze nergens meer kan vinden. Dus ga ik hier een autostuk deze plaat opnieuw laten beleggen en dan heb ik die bij dat ze de dikte weten hoe dik ze mogen gaan. Dus de koppeling is afgegeven, uitgelegd wat er moet gebeuren en ik hoop dat ik die volgende week eens terugkrijg. Want de motor is nu voor 90% klaar. Zelfs ga ik nog een beetje aan doordoen aan de throttle bodies. Even doordoen aan de throttle bodies, dat die terug tegen de motor kunnen. Nog een paar kleinigheidjes hier of daar. De versnellingsbak die is gereviseerd, die kan ik vanmiddag gaan terughalen. Als dan deze die koppeling nog terug zou komen, dan zou ik volgende week zaterdag de wagen terug in kunnen steken. Motor en versnellingsbak samen, koppeling ertussenin, terug in de wagen kunnen leggen. En dan, dat is toch nog wel ook een zaterdagwerk. Dus dat zal dus zo volgende week zaterdag dan zijn. Voor de motor en de auto te steken en aan te sluiten. En als de auto dan toch rijdt, dan kan hij weg voor de grootste update. Degene waar ik het meest naar uitkijk. Maar daar komt later meer over. En dan zou de auto, denk ik, een week of twee zal hij wel weg zijn. En als hij dan, als hij dan terugkomt, dan hebben we een rijdende auto. Wat qua updates redelijk goed zit. En dan kan ik nog kijken wat ik wil doen aan het exterieur of de remleiding wil ik eventueel nog veranderen, maar ik weet niet of ik daar allemaal tijd voor heb. En zo komen we aan bij garage Dexters, waar papa het hier al staat uit te leggen op de oprit. Dus hier is de motor, die heeft pas een hele revisie gekregen. Zit nu terug, zo goed als helemaal in één. Wat moet er nog gebeuren? Is dat, dan moeten we nog iets gaan veranderen. Die distributiekap en de kleppendeksel. Dat soort zaken, zou ik nog eigenlijk eens opnieuw willen spuiten. En aan deze kant moeten nog de throttle bodies en dergelijke nog erop komen. Maar die throttle bodies zitten wat zwijs tussen. En die zijn niet versleten, maar ik heb ze nu gekregen bij de revisieset. Die we volledig in de motor gestoken hebben. Dus die gaan we dan maar vervangen. En dat vervangen, dat gaan we hier doen op het werkbankje. Dus een aantal rubbers die nog nieuw zijn, waar we vandaag een deel van gaan gebruiken. Een oude rubber.
EGR-systeem. En de trottelbodies. Vier afzonderlijke trottelbodies. Die standaard zitten op de 4AG20 motoren. Wat dus alweer waaruit blijkt dat die motoren eigenlijk echt wel heel goed gebouwd zijn. Zeker met motorsport in de achterhoofd. Het is alleen een van de enigste 1600 motoren die uit die tijd toch zeker, die van fabriek af, al vier individuele trottelbodies hebben. En daarna ga ik ze uiteenhalen, ik ga ze proper maken. Ik heb ze al een deel proper gemaakt. De bodies zijn ondertussen er vanaf, redelijk vlot. Een aantal schroefjes die ik er vanaf gehaald heb. Wat gaan we nog doen? Alles goed proper maken. Ik heb ook een vacuumdarmpje gevonden, wat hier kapot is. En dan is dat eigenlijk hetgeen waar je vanaf houdt. Dus die zwarte aanslag onderin. Hallo. Alles proper gemaakt. Zowel uit de adapter, waar de injecteurs in zitten. Alle aanslag uitgehaald. En uit de trottelbodies ook. Zoveel mogelijk wat eruit te halen was. Is nu terug proper gemaakt. En dan kunnen we nu alles terug in elkaar steken. Voilà, alles in elkaar. Werkt perfect en gelijk het moet. Klaar om terug te monteren. Dus ondertussen heb ik de fuel rail ook terug op het trottelbodies gezet. Die staat hier achterop. Hier zo hebben we de fuel rail teruggeplaatst. Hier boutje om te vervangen wat niet meer goed was. Een paar vacuumdarmpjes wat lijkt, de benzinedarmpje wat slecht was. Allemaal van die kleine dingetjes wat ervoor zorgen dat als alles terug in elkaar staat, het hopelijk van de eerste keer perfect gaat werken. En dat niet van die stomme dingetjes zijn waar u gek achter kunt zoeken. Trottelbodies, perfect en proper. Volgende stap, airbox. Ideaal speciaal, gewoon proper maken. Deze kant komt er nu weer dichter. En dan ben ik dan ook zuiver maken. De inlaatbox is proper, trottelbodies zijn klaar. En trompetjes zijn in orde. Dan kunnen we stilletjes aan de motor aan de kant trekken. Zonder dat die omvalt. Ik ga even zien als de camera neer ligt. En dan kunnen we beginnen met monteren aan die kant. Dus de bedoeling is dat we binnen dit en een half uurtje dat allemaal fijn in elkaar hebben staan. Dus trottelbodies. De trottelbodies staan er uiteindelijk op. Hier nog een steuntje bij moeten zetten. Daar nog iets moeten bijplaatsen. Maar het zit er allemaal op en het zit allemaal vast. Dus nu kan ik de trompetjes erop gaan zetten en de airbox ertussen zetten. Dus nu eerst nog een dichting, airbox en daar de trompetten op. En dan trek je die box eigenlijk vast met die trompetjes op de gaskleppeuzen. De trottelbody zit er ondertussen op, trompetjes erop gezoken, de airbox erop gedaan. Lucht en laat, voorlopig nu even afgeplakt, zolang die in de auto ligt. En voor de rest begint het er allemaal redelijk goed uit te zien. De kans dat mijn klepreksel opnieuw gespoten gaat worden, wordt kleiner met de minuut. Zo, tot zover het mechaniekeren van deze week. De motor is alweer een beetje verder klaar. Een stukje verder voor erin te zetten. Wat er is ons dan nog op te doen vandaag, dat is voor naar Welle te rijden. Voor naar daar te gaan. Ga ik niet de MR mee pakken, maar ga ik met de Hilux gaan. Papa is een Hilux, super fijne auto. En ook ideaal, omdat ik echt niet die versnelling pak en dat kleine merkje van achteren wil gaan duwen. Oh, de Hilux. Deze Hilux staat trouwens te koop op dit moment. Is nog geen jaar oud. 17.000 kilometer, bijna 18.000 kilometer zie ik hier staan. Moest je geïnteresseerd zijn, kom eens langs om te kijken bij Garage Dexters. En als je komt, omdat je dit filmpje gezien hebt, dan vermeld het even dat ze weten dat je hier niet voor niks tegen camera's staat te praten. Van vandaag zijn we nu terug met de Hilux bij Toyota Dexters en we hebben de versnellingsbak terug bij. De lokale supportersclub is ook van de partij. Roger, wat zijn de verwachtingen voor dit seizoen? Ik hoop van goed natuurlijk, hè. Beter dan verleden jaar. Hè.
Dus we hebben er veel gedaan gekregen vandaag. We staan weer een stuk verder. Volgende week kan de auto hopelijk in elkaar. En misschien zelfs de eerste keer starten als de koppeling op tijd terug is. Als ik hier achter me kijk, ik zou nog wel willen doden vandaag, maar als ik achter me kijk, is het weekend hier duidelijk al goed ingezet. Er zit een lijken op. Tot de volgende, hè.